Hoi en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik over iets praten wat ik heel erg leuk vind, namelijk boeken. Dit wordt mijn eerste boekenvideo, dus we gaan het zien hoe vaak deze wordt bekeken en hoe leuk je dit vinden. Ik vind het in ieder geval heel erg leuk, dus we gaan het doen. In deze video ga ik laten zien welke boeken ik aanraad om te lezen deze herfst. Ik begin eerst met heel veel boeken die ik heb gelezen en ik dus echt denk, oh, dit is echt zo'n lekker boek om te lezen in de herfst. En dan heb ik nog 3 boeken waarvan ik van plan ben om ze te gaan lezen in deze herfst. En dan weet ik dus niet of dat echt klopt, dat ze er ook echt bij passen. Maar het gevoel heb ik. Ik heb heel veel boeken hier liggen. Ik ga dus ook niet per boek vertellen waar het exact over gaat. Want dan zijn we heel lang onderweg. Ik ga gewoon boeken laten zien en dan kort even vertellen waarom het bij de herfst past. En je merkt het vanzelf. We gaan beginnen. Ten eerste, een van de meest recente boeken die ik heb gelezen is deze. Wij Leugenaars van E. Lockhart. Ik heb hem in het Nederlands gelezen. Hij is ook verkrijgbaar in het Engels. Ik heb deze toevallig voor mijn minor gelezen. Voor minor Nederlands, dus daarom heb ik hem in het Nederlands gelezen. Ik vond dit een heel goed boek. Het is een jeugdboek. Dat betekent dus dat hij van 12 tot 18 ongeveer is. Ik ben 20 en ik vond hem echt heel erg goed. Het gaat hier ook een beetje om een mysterie. Dus er is iets gebeurd. En het hoofdpersonage weet niet wat. Dus je komt er samen met het hoofdpersonage kom je erachter wat er is gebeurd. Ik had het niet zien aankomen. Dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik vond dat heel erg leuk. Meer ga ik niet vertellen. Mysterie, geheimen. Hij heeft me echt aangenaam verrast. Lees ook heel prettig weg, want ik zie wel op social media dat de meningen hierover echt 50-50 zijn verdeeld. Dus het kan zijn dat je hem leest dat je echt denkt, nou, wat jij aanraadt, dat geloof ik niet meer. Want ik vond hem vreselijk. Dat kan en dat mag. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk en ik raad hem aan om te gaan proberen. Dan gaan we door van een boek die ik recentelijk heb gelezen naar een boek die ik heel lang geleden heb gelezen. En dat is deze, The Perks of Being a Wallflower. Wanneer ik deze heb gelezen? Ik denk toen ik 16 was. Dat is 4 jaar geleden. Ik denk echt wel dat ik hem zo lang geleden heb gelezen. Het was een van de eerste boeken die ik in het Engels las. Ja, dit was toen ik echt begon met in het Engels lezen. Toen heb ik deze gelezen. Hij is ook dun. Er is ook een film van. Misschien heb je de film wel gezien. Ja, wat kan ik hier ook allemaal over gaan zeggen? Je leest vanuit brieven, dacht ik, of e-mails. Hij schrijft in ieder geval aan iemand. Dus je leest daarvan uit. Ja, wallflower, dat betekent een muurbloempje. Je staat een beetje buiten de groep. Je hoort er niet echt bij. Je bent een sociaal ongemakkelijk persoon. Ik voelde meteen een connectie. Dus het is een leuk boek. Probeer hem. Ook vooral als je hem in het Engels wilt gaan leren lezen. Dat heb ik dus ook gedaan, maar je kan hem natuurlijk ook in het Nederlands lezen. Ja, ik ga niet veel verklappen van de boeken. Een herfstige aanrader. Een volgend boek is deze. Staat ook overal op social media. Moordgids voor lieve meisjes of Good Girl's Guide to Murder is hij volgens mij in het Engels. Ik heb hem in het Nederlands gelezen. Waarom weet ik het? Ja, gewoon gedaan. Ik vond dit boek... Nou... Ik vond hem nou niet het beste boek dat ik ooit heb gelezen, maar het was een leuk boek. Ik kwam hier moeilijk in, maar na ongeveer 100 bladzijden heb ik hem echt in één stuk uitgelezen. Maar ik weet dat vooral beginnende lezers vinden dit boek heel leuk, want het is een spannend boek. Het gaat erover dat een meisje is vermoord door haar vriendje, tenminste dat is wat er wordt verteld. En het meisje Pippa, het hoofdpersonage uit dit boek, die kiest dat voor haar PWS, dacht ik, haar profielwerkstuk. Die zaak, om dat verder te gaan onderzoeken, want er zit een geurtje aan volgens haar. Dus zij gaat het onderzoeken, wat is er precies gebeurd, waarom? Want dat meisje is bijvoorbeeld nooit gevonden, het vermoorde meisje, het lichaam daarvan. Dus het is bijzonder. Je gaat dus mee met haar onderzoek, dat vond ik erg leuk om te lezen. Je leest welke research zij doet en met wie ze spreekt, interviews. Nou, aan het einde kom je er dus achter wat er precies is gebeurd. Leuke aanrader. Als je wat meer leest, als je wat vaker leest, kan het zo zijn dat je het einde al voorspelt. Dat had ik namelijk ook. Ben je een beginlezer en heb je iets nodig wat jou pakt, is het een hele goede aanrader. Ook dus in het Engels verkrijgbaar. En er zijn hierna nog 2 delen. Die heb ik niet gelezen, want zo erg pakt het mij dus niet. Maar ik weet dat heel veel mensen deze wel heel erg leuk vonden. Dan gaan we door naar 2 series. De eerste is een beetje een voor de hand liggende, vind ik. Namelijk... Komt die? Ze liggen niet goed op volgorde, maar de Harry Potter serie. Mijn vriend is nu deze aan het lezen, deel 4, met de vuurbeker. Dus dan liggen ze niet op volgorde. Maar heeft dit een verdere uitleg nodig? Nee.
Nee, dat dacht ik ook niet. Als jij nog nooit Harry Potter hebt gelezen, wil ik dat je nu deze video wegklikt en zo snel mogelijk een Harry Potter boek ergens vandaan tovert. En dat anders de video weer gaat doen. Als je zegt, ik heb de films gezien en ik vond het nou niet heel erg speciaal. Of ik heb de films gezien, dus ik hoef de boek niet meer te lezen. Nee, zo werkt het niet in het leven. Als je de boek hebt gelezen, dan denk je bij jezelf, hoe heb ik ooit gedacht dat ik de films begreep? Want, nee. Ik ga dus verder geen, je gaat het boek nu lezen. Als je het nog niet hebt gedaan, heb je het wel gedaan. Dan lees je deze hele herfst helemaal niet. Afgesproken? Oké. Volgende serie is deze. The Inheritance Games. Dit is deel 1. Ook een beetje mysterieachtig. Dat is ook een beetje het genre van het hele fall reading. Misschien merk je dat al een beetje mysterie. Een beetje duister. Een beetje, weet je wel. Inheritance Games gaat over een meisje die ineens heel veel geld erft van een onbekende man. Die is overleden. En de hele familie van die man haat haar. Want waarom krijgt zij nou al dat geld en al dat fortuin en al die roem? Want ze wordt ook in één keer helemaal beroemd. Daardoor, waarom zij? Want hallo, wie is zij? Wat heeft hij nou weer met haar te maken? En hallo, zij zijn hun kleinkinderen. Waarom krijgt zij dat geld niet? Dus ze wordt een beetje gehaat door die familie, maar ze moet wel, als ze dat geld wil hebben, in dat huis wonen. Dus ze zit er dan met die familie, knappe kleinzonen, noem maar op. Want die man waar ze dat geld van heeft gekregen is een hele oude vent. En die heeft dus ook kleinzonen, kleinkinderen. Erg leuk. Allemaal raadsels, dat vond ik het leukste. Er zitten allemaal raadsels in die ze dan gaat oplossen, want ze zijn super slim. Ze lukte allemaal ook. Allemaal raadsels, geheime dingen in dat pand. Super leuk. En dan heb je nog deel 2 en deel 3. Ik heb deel 2 al gelezen en deel 3 nog niet. Die heb ik onlangs gekocht. En die is ook nog niet zo heel lang uit. Zoals je ziet heb ik deze boeken ook geannoteerd. Dus daar heb ik van die notities in gemaakt. Ja, ik vond deze echt heel erg leuk. Geen 5 star reads, maar volgens mij wel 4. Erg leuk. Aanrader. Dan gaan we naar de laatste 2 boeken. Namelijk van Colleen Hoover, een van mijn favoriete schrijfsters. De eerste is deze. Ik heb er 2, namelijk in het Nederlands en in het Engels. Ik heb hem in het Nederlands gelezen, want ik begon hier net weer met lezen. En ik heb hem ook in het Engels gekocht, dat wilde ik graag. Dus ik heb er 2. Het heet dus Verity. Ik dacht altijd dat het Variety was. Maar het is Verity. Dat is haar naam. Tenminste niet de naam van een hoofdpersonage, maar de naam van iemand uit het boek. En in het Nederlands heet hij De Waarheid. Wat ik raar vind. Want dit is gewoon een naam. Dus ik snap niet waarom dat dan vertaald wordt naar De Waarheid. Dit boek is spannend. Volgens mij is het een thriller. Ik zie het niet staan. Volgens mij is het een thriller, want het is spannend. Dit boek is echt... Ik vond deze echt zo leuk. 5 sterren heb ik deze gegeven in Goodreads. Ja, het gaat over een schrijfster, Lowen. En die krijgt het aanbod om een hele bekende boekserie van een hele bekende schrijfster af te gaan schrijven. Want die schrijfster ligt in een coma. Zij zeggen ja, want hallo. Ze krijgt er ook een goed zakcentje voor. Maar dan moet zij wel naar het huis van die schrijfster gaan. Want daar liggen al haar onderzoeken. Daar kan ze helemaal inleven in de schrijfster die ze gaat vervangen eigenlijk. Maar daar ligt die schrijfster ook in coma. Die ligt ook in dat huis. Daar woont ze dan met een man van de schrijfster die in coma ligt. En de kinderen daarvan. En er gebeuren dingen in het huis dat je echt denkt, meid, ga daar weg. Maar dat doet ze dan weer niet. Weet je wel, een heel typisch verhaal. Maar... En dan denk je dat je het door hebt. En dan het laatste hoofdstuk wordt je leven gewoon verpest. Het is echt... lees alsjeblieft. Dit is echt dat ik denk, oké, van al die boeken mag je ermee doen wat je wil. Maar deze... Lees alsjeblieft. Echt... top. Dan gaan we naar het volgende boek, ook van Colleen Hoover. En dat is Layla, wat je wilt. Deze is in het Engels. Je kan natuurlijk weer in het Nederlands lezen, wat jouw voorkeur is. Dit is een paranormale thriller, dacht ik. Een paranormale roman. Een van die 2. Het is in ieder geval paranormaal. En het is romantisch. Het is ook een beetje freaky. Het gaat over een koppel. Ja, hoe ga je dit uitleggen? Het is echt zo'n rare plot. Oké, het gaat over een koppel. Want het koppel maakt iets mee. Waardoor het meisje... Ja, ze wordt anders. Je persoonlijkheid verandert. En hij merkt dat zijn liefde voor haar wat afneemt.
En dan gaan ze naar het huis waar ze elkaar hebben ontmoet. Om even ertussenuit te gaan. Even weer tot elkaar komen. Even tot jezelf komen. Volgens mij is dat het. Wat er dan gebeurt is zo vreemd. Ik vond het niet per se eng hoor. Ik vond het niet per se eng. Maar het is wel vreemd. En freaky. En spooky. En herfstwaardig. Ik vond hem echt niet het allerbeste van Colleen Hoover. Ik vind het denk ik de minst goede van Colleen Hoover die ik heb gelezen. Ik ga niet zeggen het slechtste, want wat Colleen Hoover schrijft is allemaal geweldig. Maar ik vond deze denk ik oké. Nee. Maar dat vindt ze zelf ook, dus dat vindt ze vast niet erg dat ik dit over haar zeg. Niet dat ze wel eens zal zien staan. Maar goed, is het zeker waard. Echt een fall vibe boek. Dus die is ook erg leuk. Dat zijn de boeken die ik heb gelezen en ik jullie aanraad. Dan heb ik nog 3 boeken waarvan ik zeg, die ga ik lezen tijdens de herfst. En misschien doen jullie met me mee. Ik weet gewoon nog niet of het ook echt herfstboeken zijn. Maar wat ik heb gelezen, wat ik ervan weet of hoe ze eruit zien. Denk ik, herfstachtig. We gaan beginnen met deze. Deze wordt op Instagram door jullie ook heel veel aangeraden. The Midnight Library. Door Matt Haig. Ik heb nog andere, ik weet ook zijn naam goed uitspreken hoor. Ik heb nog andere boeken van hem die ik nog niet heb gelezen. Maar ik weet wel dat hij een hele bekende schrijver is. En deze is zo populair dat ik hem echt heb gekocht. Ik heb heel veel boeken gekocht die ik nog niet heb gelezen trouwens. Ik heb hem gekocht en ik ben er nog niet aan toegekomen. Maar het geeft me een beetje herfstvibes. Nou ja, deze. Wat er dan op mijn to be read is, is deze. Before the Coffee Gets Cold. Deze is ook helemaal op TikTok omhoog geprezen. Volgens mij is het een Japanse, ja, Japanese bestseller. Is er nog een deel van met een gouden kaft. En ik zag op TikTok dat dit een herfstaanrader is. En ik zie ook koffie. Nou, ik zie een kat. Ik koop het dan. Een kat, koffie erop. Dan heb ik wel een winkelmandje gestopt. Dan het laatste boek die ik wil lezen deze herfst is klassieker. To Kill a Mockingbird. Ik heb hem ook in het Nederlands. Die ziet zo uit. Spaar de spotvogel heet in het Nederlands. Deze heb ik al jaren. Allebei de versies en nog nooit gelezen. Maar kom op, het ziet er toch herfstig uit. Toch? Het is een klassieker. En ik wil ook meer klassiekers gaan lezen als in Engelse literatuur. En dat is het. En nu moet ik allemaal boeken weer terug in mijn boekenkast op volgorde. Het is hier een bende. Ik zal het even voor jullie filmen. Dan plak ik dat in het beeldscherm. Oké, dan weet je even wat de status is. Dit is wat ik in deze video wil laten zien. Als je meer herfstaanraders hebt, laat het hieronder even achter. Dan kunnen anderen dat lezen en dan kan ik dat lezen. Doei!